Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Nessie en klantenservice. Ik ben momenteel bezig met het live counter bijhouden hoe mijn abonnees aan het stijgen zijn. Ik ben er druk mee bezig. Counter staat nu op 794, dus nog kleine 200 en 60 aan. Dus hopelijk haal ik dat eind deze week. Of in ieder geval voor het weekend. Er moet 24 uur tussen zitten voordat ik überhaupt live kan, als alles mee zit. En als het allemaal lukt, ik ga ook kijken hoe ik dat kan fixen met Streamlabs. Om live te kunnen, want er zit een bepaalde code aan vast. Alleen ik weet niet exact hoe dat werkt, maar ik ga dat wel uitzoeken. Mensen hebben dat mij wel een paar keer uitgelegd, maar op een of andere manier pakt hij hem niet. Totale weergave op mijn video's is nu 42.339. Het is nu bijna 10 voor 11 s'avonds. Dus mensen, als jullie denken van ja, goh, waarom plaats zij hem 10 september erop, dan is het juist om dat ik het nu pas film vanuit mijn bed. En ik ga zo meteen ook nog even lekker Netflixen. Kijk, nu wordt het beeld een klein beetje minder. Ik zal hem eventjes scherp stellen. Dat is ietsjes beter. En meestal lig ik ook wel tussen 12 en 1 pas te pitten als de film afgelopen is. En ja, er zijn weer neefjes actief, maar daarvoor heb ik mijn oplosmiddeltje. Ik heb zo'n apparaatje, zeg maar, met een soort blauw-paarse licht. Die vangt allemaal beestjes op, dus daar worden ze in gezogen. En dan gaan ze kapot, zoals ze mooi zeggen. En morgen moet ik ook natuurlijk gewoon aan het werk, dus dat is normaal. En daarnaast een beetje mijn kamer opruimen. Want hier en daar ligt er nog wel een energy blikje op de koelkast. Maar deze zakkie wat nog weggegooid moet worden. Maar zoals jullie horen, ik ben wel een beetje moe. Tot nu toe ben ik alleen aan het kijken van, goh, wanneer heb ik weer een reden erbij. Dus dat gaat wel eventjes duren. Dus dit kan ook wel best een lange filmpje worden. Want hij blijft nu steady op 794. Zoals het nu staat. En dit is op de scherm van mijn tablet. Normaal kijk ik wel meestal gewoon mijn mobiel, maar ja. Oh ja, misschien ook nog wel een leuke weetje. Ik heb vandaag een nieuwe tekst gemaakt. En een beat bijgezocht die daar precies bij paste. Dat gaat gezongen worden door Dit is Sam. Dat is zijn YouTube kanaal. Dus abonneer ook zeker bij hem. De tekstmaker, dat ben ik, dus Nessie. Ik ben zelf namelijk ook singer-songwriter. Jullie kunnen me herkennen van New Age Cowboy, Land van Nu en Dag Zonder Zorgen. Dus als je de twee andere nummers nog niet hebt geluisterd, doe dat dan zeker even. En New Age Cowboy ook zeker.
Ik hoop rond volgende week of de week daarop dan de eerste echte goede cover te plaatsen met een plaatje erbij. Daarvoor had ik al een cover gedaan van Secret Basic. Die kan je ook natuurlijk wel vinden op mijn kanaal. Nou, mensen, ik weet wel wat ik zo ga doen. Even één serie kijken en dan ga ik echt pitten. En als het vannacht gaat onweren, dan ga ik dat sowieso opnemen als ik het hoor. Want als ik helemaal diep slaap, dan ben ik amper wakker te krijgen. Je kan rustig pannendeksels pakken, dan word ik nog niet wakker. Hij is inmiddels op de 6e minuut. Nog geen verandering sindsdien. Nog 6 voor de 800 abonnees. Dus als hij eentje omhoog gaat, dan ga ik sowieso deze video stoppen. En tot die tijd blijf ik lekker gewoon met jullie kleppen. Altijd gezellig. Oh ja, en waarschijnlijk is morgen de giveaway. Als alles mee zit en dat Nightbot het ook doet. En dat houdt in dat er eerst een tientje PSN kaart giveaway wordt gedaan. En dan pas bij de 1K dat ik dan de 20 euro PSN kaart giveaway doe. We zitten inmiddels op 7 minuten. Het duurt meestal best wel lang voordat het bijwerkt. Maar goed, in ieder geval, voor nu staat hij op 794 en ik denk dat deze video ook wel lang genoeg geduurd heeft. Dus ik ga hooguit nog kleine 2 minuten even doorfilmen. Omdat het op zich best wel interessant is om te kijken van, hoe lang moet je wachten op een abonneetje erbij of wie checkt je kanaal. En daarnaast zou ik het ook wel hartstikke tof vinden als Locals Turcos mij een keer een kanaalboost wil geven met zijn kijkers. Of Vato bijvoorbeeld, of Armo Games. Dat soort personen, want die zijn echt mijn bazen. Dankzij Opa Arjan heb ik ook gigantisch veel abonnees bijgekregen. Waarvoor mijn dank ook heel groot is. Ben sowieso veel actief op zijn live chat. Omdat het gewoon leuk is. Ben daar ook zelf moderator. Ja, natuurlijk heb je wel mensen tussen zitten die toxic gaan doen of leuk doen. En zich stoer voordoen. Totdat het alleen maar van die heldjes zijn. Maar goed, daar gaan we niet al te veel over hebben, want ik ben gewoon een actieve moderator met veel verstand. En ik time-out alleen mensen als het echt nodig is, desnoods als het moet een ban. Gebeurt niet zomaar, er zit altijd een reden achter. Maar goed, mensen, ik ga nu echt wel Netflixen. Hij staat nu op 794, zoals jullie zien. Dus voor nu zeg ik in ieder geval bedankt voor het kijken en later.